Ik heb gezien dat jij een mooie surprise hebt gekregen. Ja, ik heb hem meegenomen. Oh, je hebt hem meegenomen? Oh ja, zeker. Ja. Wil je zo hem hebben? Het is ook gewoon een... Nou, ga je er nou afmaken? Ja, nee, maar het is gewoon echt een pak melk met een A4'tje erop. Ik wil beginnen met een filmpje, Zoeber. Oh, want ja. Ik heb vorige week natuurlijk een belofte aan jou gedaan. Ja, ik denk al. Ik zit hier met de pet op gewoon. De deurbel. Oh, je doet een live commentaar bij het filmpje. Nou! Ze hangt daar aan. Ja, daar zijn ze, hè? Ja, Aad. Goddomme, wat mooi man. Broezen, Aad. Broezen. Nou, Henk. Pom, pom, pom. Ja. Ik heb toch weer nieuws. Over Henk, ja? Henk Ghost International. Is dit hier... omdat je wil laten zien dat je Italiaans bent? Nou, ja, ik vind het ook mooi dat er dan midden in zo'n zin, in één keer in zo'n prachtige Italiaans, staat dan Henk de Haan. Ja, precies. Ja, ja, ja. La Maglietta di Altebella, il documentario di Henk de Haan. Ja. Il profili sociale di Henk de Haan. Ja. Trabacona di Messaggi. Dat is een haan in het Italiaans. Zullen we even Google Translate? Nou, ik ben benieuwd. Gallo. Ja, Gallo wist ik ook wel. Ja, Gallo. Henk di Gallo. Henk de Gallo. Ja, dat betekent alto belli eigenlijk dan. Lang mooi. Dat zegt Henk de Haan. Dat is eigenlijk heel Gronings. Ja. Dat ook een soort Henk di Gallo, het is lang mooi. Het is lang mooi. Het was pakjesavond, hè? Ja, ik heb gezien dat jij een mooie surprise hebt gekregen. Ja, nou, ik heb hem meegenomen. Oh, je hebt hem meegenomen? Oh ja, jezus. Ja. Wil je zo hem hebben? Het is ook gewoon Nou, ga je er nou Ja, nee, maar het is gewoon echt een pak melk met een A4'tje erop. Nee, maar het is een poppenkast, hè? Ja. Omdat wij ook een podcast maken. En een cast. God, dit is de zinksnijder. Harry is het, hè? Weet Harry eigenlijk dat hij de zinksnijder wordt genoemd, of niet? Oké, ja, bij deze. Harry, de zinksnijder. Hartstikke mooi gedaan. Jouw vader, Soeber. Hier zitten wij dus. En dan... Doe je omhoog en dan steekt iemand in één keer een middelvinger. Steek jij een middelvinger? Ja, naar heb op. Ik gedaan namelijk. Ja, ze vinden mij een lul, hè, jouw familie. Nou, heb ik het idee. Zal ik ook voordragen? Ja, ja heel graag, want ik heb begrepen dat ik. Gedichtje dat erbij zat. Laatst zag ik ook twee mannen heel knus. Ze zaten te drinken rondom een kleine cactus. Een gezet persoon links zat flink bier te tanken. De andere deed dapper mee en zette mij aan het denken. Echt verschrikkelijk dat hij mij gezet noemt, terwijl jij graadmager bent. Daar zou hij echt iets van moeten zeggen, vind ik, want het gaat echt niet goed met je. Kijk maar, hier, je ziet er gewoon nu een pees bij het drinken al, zeg maar. Om dit onderwerp af te sluiten, heb ik ook een kort gedichtje geschreven. Elke week drinken we gezellig een glas Baks bier. Dat is wat ons samenbrengt hier. We bespreken wat Henk de Haan nu weer heeft gedaan. Serieus, ik vind het echt helemaal niks. Ik vind het werk niks en hier gaan we ook niet... Precies de reactie waarop ik had gehad. Ja, precies. Ja. Moeten we het even over Arjen Robben hebben? Ze hebben een brief geschreven en ze roepen hem op om zijn hart te volgen. Ik heb hier een brief. Dit is een Anton Geesing imitatie, mensen. Maar, om zijn hart te volgen, ja. Waarmee ze eigenlijk bedoelen, komt terug naar Groningen, naar de FC. Gek, hè? Hoe dan in korte tijd al je haar kan verdwijnen. Nou ja, goed, dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar, Wrijf je dit of zo? Je nee. Eerst wat je nu in deze uitzending hebt gedaan. Mijn vader beleden. Mijn gedicht... verscheurd. Dat wil jij kwijt over de mogelijke terugkeer van Arjen Robben. Dat hij kaal is. Ja. Prima. Ik vind het prima. Daar wil ik het ook over hebben. Ik heb hetzelfde filmpje opgestuurd. Ja, in de laatste seconde. Lois Abbe. Je moet geloof ik Lois. Lois zeggen. Lois. Boom. Ja, het is echt prachtig. Het is schitterend. Ik kan dus niet meer handbal kijken sinds jij ooit in het café iets tegen mij gezegd hebt. Want wat denk je door wie het Nederlands team wordt gesponsord? Door Hummel, natuurlijk. Verdomd, precies, dit is mijn paradepaardje. Ja. Ik kan niet meer normaal, het is altijd Hummel tegen Hummel tegenwoordig. Maar ik dacht even dat je wou beginnen over mijn handbaltrauma. We gaan terug naar groep 8. Schoolhandbaltoernooi, OBS De Eckel, mijn school uit Ilder-Paterswolde. Ja. In de finale tegen de Mariaschool. Uit? Uit Ilder-Paterswolde, het was het dorpstoernooi. We hebben gewoon een doel. Ik dacht echt oprecht, toen je het eerder had verteld, dat het, weet ik veel, Noord-Nederland inmiddels al was. Of misschien wel het landskampioenschap van de scholen. We kwamen 2-0 achter. Oei. 2-2 maakten we. Nou, ik. Ja, allebei? Ik maakte er 2, zeker. Okay. Schitterende doelpunten, weet ik nog. Toen kregen we een strafworp. Oei. Laatste minuut. Ik eiste hem op. Ja? Volgens mij recht in de handen van de keeper. Ja. Verlenging, verloren we. Dag, handbaltitel. Hè? Nooit helemaal overheen
Dit is, ik heb dit verhaal denk ik inmiddels 12 keer gehoord. En het grijpt je elke keer aan. Ja, ja, het is ook, voor mij is handbal is dus A met die hummelshirts moeilijk om te kijken. En B komt het elke keer weer terug, dat beeld van die... En dan, maar dan kijk ik even weer naar Tess Wester en dan is alles weer goed. Coach van het jaarteam. Oh ja, tuurlijk, dat moeten we nog doen. Hey! Heb jij een voorbereid? Nee, we hadden... Oh, Mahi. Mahi, zetten we erin, bam, twee goals. Wij zijn Damiel Dankelui zetten we erin, bam, scoort een goal. We zetten Jurgen Matthij erin, ja, wij, rood. Wij als we allitererend willen, ja. D. Doekie. Ik weet niet wat ze voor voornaam zijn. Oh ja, dat is... Danilio Doekie. Nou, dat zat ik ook wel... Ja. Nou, Danilio Doekie, daar doen we erin. Klintje Leemans eruit. Klintje Leemans eruit. Danilio Doekie. Danilio Doekie. Dan is de defense, hè, wat dat betreft, gaat ook weer dichterbij. Oh, hè? Nou, prachtig. Nou, hoezo eigenlijk? Nou, ja, je dan procentueel Doekie, gezien wel. Dankelui, Dumfries. 75% defense. Defense en Mark van der Marel. Ja,